Hallo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we een hele leuke video maken, iets wat ik al heel lang wou doen. Het is een redelijk speciaal concept, ik wou er eigenlijk nooit over praten, ik doe het nu toch, oké. We gaan praten over de meest irritante kijkers ooit op YouTube. De mensen waardoor ik echt ziektes krijg. Enige reden waarom ik soms denk, why the fuck maak ik eigenlijk nog video's? Dus ik zou zeggen, smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Als je de video van gisteren nog niet hebt gezien, ga dan zeker even naar de video van gisteren kijken. Het is echt mijn favoriete video die ik op mijn kanaal heb gezet sinds de opening. Video van mijn kanaal. Yo YouTube, Ace zit hier. Ga hem zeker even checken. Ik ben Ace en ik zou zeggen, let's fucking go. Yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Om dit verhaal te vertellen, spelen we natuurlijk Call of Duty Black Ops 3 zoals altijd. Eigenlijk is het echt geen verrassing meer als ik dit spel speel, omdat het echt redelijk logisch is wanneer ik het ga spelen en wanneer niet. De laatste tijd groeit mijn kanaal echt super hard. Ik zit weer op 800 subs per dag, wat echt geweldig is en ik ben super blij. De laatste tijd focus ik mij erg veel op de comments. Ik lees echt bijna elke comment die onder mijn video's komen. En ja, daar let je toch wel eens op daar soms echt wel hele kut comments bij zitten. Dan heb ik het niet alleen over de kankercomments, de haatcomments. Nee, dan heb ik het echt over van die specifiek gerichte comments naar de video die je hebt gemaakt. Hey Acid, je video was leuk, maar je bent veel slechter dan vroeger. Je video's sukken en het begint echt saai te worden. Zo'n comments, ja, dat zijn echt kogels voor elke YouTuber. Als je zoiets leest, dan voel je gewoon dat je hart aan het bloeden is. Dan voel je gewoon, help! Ik ga dood. En eigenlijk maak ik het nu een beetje grappig, maar het is echt zo. Als er iemand zegt dat je video's saai aan het worden zijn, dan doet dat echt pijn. Maar je probeert zoveel mogelijk werk in je video's te stoppen. Maar als je dan ziet dat mensen zeggen dat je video's saai aan het worden zijn, ja, dan verlies je toch echt wel die motivatie om meer te werken aan je video's. Want zoals ik al duizenden keren heb gezegd, lijkt wel alsof hoe meer werk je in je video's stopt, hoe slechter mensen je video's vinden. En dat is echt erg. Maar oké, dat hoort er nu eenmaal bij. Het is ook zomer en dat betekent dat YouTubers heel veel tijd hebben om video's te maken. En als er heel veel YouTubers zijn die heel veel video's maken, dan is het voor de kijkers ook gewoon moeilijker om naar alle YouTubers te kijken. En de kijkers zijn dan meestal nog eens op reis, dus je video's worden gewoon minder bekeken in de zomer. Dat is jammer. Want in de zomer hebben YouTubers net superveel motivatie om video's te maken, maar zijn de kijkers gewoon een beetje minder actief. En ik snap dat volledig, maar het is gewoon kut. En om dan terug te komen op het onderwerp kijkers. In de zomer lijkt het wel alsof de irritante kijkers ineens superveel tijd hebben. Het lijkt alsof de haters dan echt elke video van minuut 1 tot de laatste minuut gaan uitkijken. En dan echt een super specifieke comment onder je video gaan plaatsen. Waardoor je echt ziet, wow, ze hebben mijn video wel echt uitgekeken. Dan zetten ze elke keer zo'n fucked up haat comment. Echt elke fucking keer. Je zou denken, oké, die guy kijkt één keer mijn channel en vindt me gewoon niet goed en hij geeft zijn mening. Dan zie je dat hij ook comment op je volgende video. En op de video daarna. En op de video daarna. En over 10 jaar comment hij eigenlijk nog altijd op al je video's. Maar hij smasht elke keer een duimpje omlaag en hij kijkt gewoon naar je video. Ja, waarom kijkt hij eigenlijk naar mijn video? Waarom? Zeg mij waarom? Kijkt die hater naar mijn video's? Waarom? Als hij elke keer comment dat mijn video's slecht zijn, waarom comment hij dan nog? Waarom kijkt hij ze dan nog? Kijk, ik ga niet klagen. Als hij kijkt, dan verdien ik meer geld. Waarom blijf je kijken als hij toch elke keer zo'n slechte commentaar gaat geven? Ik ben dan zo'n YouTube-kijker. Want ja, YouTubers kijken ook YouTube-video's. Als ik een YouTuber zie dat ik niet zo leuk vind, dan kijk ik één video van hem. Maar misschien ga ik dan nog een tweede keer kijken. En misschien vind ik het dan wel leuk. Als ik het niet leuk vind, dan stop ik ook gewoon met mijn tijd verspillen aan zijn video's. Iedereen heeft de eigen mening en iedereen vindt andere dingen leuk volgens mij. Maar dan moet je toch niet je tijd gaan verspillen met elke dag te kijken en elke dag haat te zaaien onder de comments. Waarom zou je dat doen? Verspil je tijd aan leuke dingen. Niet aan dingen dat je niet leuk vindt. Het is gewoon een beetje blij. De laatste tijd ben ik dan wel heel tevreden over mijn video's. Maar als ik dan naar de comments kijk, dan lijkt het alsof gewoon veel mensen mij gewoon saai beginnen te vinden. En dan begin je natuurlijk na te denken. En dan denk je, ja, waarom beginnen mensen mij saai te vinden? Waarom? Omdat ik niet meer actueel ben. Omdat ik niet meer ruzie heb met alle YouTubers. Omdat ik niet net uit de squad gezet ben. Maar ja, het is zo. Als je actueel bent, als je ruzie hebt, als ineens allemaal mensen je kennen die je op voorhand niet kennen, dan ga je meer views hebben. Dan maak je publiciteit voor jezelf op een negatieve manier. Maar dan word je wel meer bekeken. En dat, dames en heren, is de reden waarom drama goed is voor views. Ik weet niet hoeveelste keer dat is dat ik het nu weer ga zeggen, maar drama is views. Ik heb nog nooit echt een kill gemaakt met dit zwaardwapen op Call of Duty, dus let's try it. Fucking zwaard, kom aan, fucking hell, sterf! Oké, dat was
echt erg. Oké, het is te moeilijk, ik geef het op. Oké, nee, we gaan niet opgeven. Opgeven is voor losers. Waar zitten die faggots? Ga je scheidlijn 2 breken met mijn mooie zwart? Fuck you! I killed you, motherfucker. Ah! Oké, we gaan fucking veel kills maken met ons zwaard. Daar is de volgende, daar is de volgende, daar is de volgende. Oké. Ja. Het gevoel dat ik nu heb is zo'n beetje hetzelfde als het gevoel dat ik had in het begin van mijn YouTube leven. Je stopt superveel werk in een video, je upload en je hoopt daar goede reacties op gaan komen. En je refresht je video dan één keer en dan zie je dat er 2 dislikes bij zijn gekomen. En dan kijk je nog eens en dan zie je daar eigenlijk dislikes bij blijven komen. En zoiets is echt kut, want dan stop je superveel werk in een video en dan hoop je dat mensen het leuk gaan vinden. Maar dan eindstand heb je fucking veel dislikes. Het enige wat je eraan hebt overgehouden is dat iedereen op school je begint uit te lachen. En ja, zo is het begin van YouTube. Het is hard en het is kut. Tenzij dat je geluk hebt en dat je vanaf dag 1 gewoon al de beste YouTuber ooit bent. Ik weet niet of dat kan, maar kan wel volgens mij. Maar kijk, je gaat altijd haters hebben en wat je ook doet, er gaan altijd enkele mensen zijn die je niks gunnen en die hopen dat je van een berg valt en doodgaat. Geen fuck geven om die mensen en hopen dat zij uit hun vliegtuig vallen als ze op reis gaan naar raar land. Let's pray for that one. Maar kijk, drama is views, dus onthoud gewoon de haters je wel groot maken. Haters zijn ook kijkers, dus je verdient ook geld aan hun. Ze zijn dom, dus ze hebben ook meestal geen adblock, dus je verdient nog meer geld aan uit. Dames en heren, vonden jullie dit nu een leuke video? Smash dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen, hopelijk vallen jullie niet uit een vliegtuig. Bedankt voor het kijken en ik hou van jullie lieve bitches. Adios. Ja. Te helpen, vernieuw uw laptop zo snel mogelijk. Want ja, als u dit probleem heeft, dan kunnen wij u zelf niet.